Ik sta hier bij Wim Gerritsen. Hij is een van de organisatoren van de Avondvierdaagse. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, nou, we zijn er weer met de Avondvierdaagse bezig. En het is inmiddels alweer voor de 64ste keer. En waar komen de meeste deelnemers vandaan? Wat voor categorie? Nou, het zijn over het algemeen allemaal scholen. En dat doen er wat van 5 kilometer mee, en van de 10 kilometer en 15 kilometer. Bedankt voor je toelichting. Kun je me vertellen hoe jullie heten? Lars, Ian. En jullie doen vandaag mee aan de Avondvierdaagse. Ja. Heb je al eens eerder meegelopen? Ja. Ja, jij wel? Vorig jaar. En hoe was dat? Leuk. Ja? En waar ben je toen langs geweest? Door de stad en door de bos en nog allemaal anderen. Ja. En jij, voor jou is het de eerste keer? Nee, tweede keer of derde keer. En wat vind jij zo leuk aan de Avondvierdaagse? Dat je fit blijft. En hoeveel kilometertjes ga jij lopen vanavond? 5. 5. Zo, en je hebt de goede schoenen al aan, zie ik. Ja. Dat gaat lukken, of niet? Ja. Ja. Heel veel plezier. Bedankt. Nou jongens en meisjes, ik weet niet of jullie het allemaal horen, maar ik zal in de microfoon proberen te praten. Er zijn 800 kinderen in Almelo die deze week de Avondvierdaagse gaan lopen. Althans, dat is het aantal dat ik gehoord heb. Dat is heel erg veel. En ik geloof dat al die kinderen uit de hele stad komen, van allerlei scholen en buurten. En ik vind het ontzettend goed dat jullie mee gaan lopen met die Avondvierdaagse. Wie heeft er al vaker meegelopen? En wie heeft er nog nooit meegelopen? Dan kunnen jullie op gekleed zijn. Dan hou ik Stas van even geven. En wie niet tegen knallen kan de oren maar dicht, ik kan mijn oren niet dicht. Maar dan gaan jullie beginnen te lopen. Dus heel veel succes. 1, 2, 3. Lopen!